We hebben gesproken met de directie met betrekking tot SZF waarom de medewerkers staken. En tot zover geeft de directie aan dat er eigenlijk geen reden zou moeten zijn tot staken, omdat er afspraken worden gemaakt met de bond. We voeren u terug naar dit moment. Nou, het is simpel. We zijn al een tijdje bezig met een CAO-onderhandeling. En naar alle waarschijnlijkheid begreep de directie het hier niet. De mensen zijn de situatie bij en hebben hiervoor gekozen. Dus wat zou gerealiseerd moeten worden? Ik zei het al, het is een CAO-onderhandeling. Er zijn een aantal punten die aangescherpt moeten worden. Het is al 2,5 jaar ongeveer dat we bezig zijn. En we moeten dat nu even doen. De mensen kunnen zo niet verder leven. En er is een directie die totaal niet begrijpt. Die denkt in opdracht, zoals zij het zeggen, in opdracht van de president, heel wat zaken te doen. Maar ik denk niet dat dat de opdracht is van de president. Dus we willen duidelijkheid. En hoe lang gaan jullie zo ver? Hoe lang gaan jullie door? Je begrijpt dat we dat niet door kunnen geven. Dat is een strijd doorvoeren. En we zullen op dagbasis dat ding benaderen. En, maar hoe moet de samenleving hierop reageren? Want zij hebben hulp nodig vanuit het SZF. Twee jaren lang hebben we rekening gehouden met de samenleving. En wij gaan altijd rekening houden met de samenleving. In feite zou je deze vragen moeten stellen aan de werkgever. Zij moeten op basis van hun verantwoordelijkheid zodanig handelen dat er balans is in het geheel. Maar dat missen wij. Gemobiliseerd? U heeft de actie gemobiliseerd? Nee. Oké, okay, kunt u me aangeven wie de leiders zijn van die actie? U weet het niet, hoor? Ik kan het niet doen. Oh, nee, waarom kan ik het niet doen? We hebben met u om 10 uur afspraak bij de bemiddelingsraad. Jongens, is het niet. Als we een afspraak hadden, dan zou er geen meme komen. Dat we zeggen, je desavueert alles. U desavueert een gesprek die we bij de bemiddelingsraad hebben. U heeft ook een brief gestuurd van meneer Oudenstam. Waarschijnlijk weet u niet hoe het gaat. Wij gaan niet discussiëren zo in het publiek. Het zijn meningen. U discussieert we hebben wel door brieven te sturen naar de... Meneer, je wil laveren met woorden. U weet dat we 10 uur moeten zijn, wij weten dat we 10 uur. Dus laat dat voor ons. Tijdens een gesprek met de bond. U ziet het, een voorzitter van een bond die niet kan praten. Met alle respect. Met een partij. Toch? Praat u nou, meneer Oudenstam? U wilt niet praten. U wilt staken. U wilt de organisatie. Meneer Oudenstam, u ziet het? Een vakbondsman die... Jawel, dankjewel. Mensen, ik roep u officieel op om uw werk op te vangen. We hebben... We hebben gesprekken. We hebben alle respect voor de leidinggevende, maar dit is onze manier van reageren. Jullie hebben ervoor gekozen, jullie staan erachter. Nu is niet de plaats om met de directie... Hier is niet de plaats om met de directie in conclave te treden. We hebben respect voor iedereen, maar men moet ook respect voor ons hebben. Dank u. Wat is de bedoeling van deze actie dan? Wat is de bedoeling van deze actie? U gaat niet praten, maar u gaat wel de openbare orde verstoren. Dat zijn de consequenties voor uzelf. Ja, we hebben een gesprek bij de bemiddelingsraad om 10 uur vandaag. En we zien een vakbondsleider die een personeel, terwijl we bij de bemiddelingsraad zijn, die het personeel beweegt op straat te gaan. Ja? Dankjewel. Op een gang. Meneer Oudenstam, wat vindt u van deze actie vanuit de directie? Dat toont al aan wat wij bedoelen. Je bent toch niet degene die mensen hier komt aan? Nee toch, ik heb het nooit nergens gezien. Wat zal er dan gebeuren? Wat zijn de volgende stappen vanuit de bond? Nou, we kunnen niet vooruit zaken doen, maar... Dit wordt benaderd op dagbasis. En we zullen kijken hoe ver de mensen willen gaan. Je bedoelt, waarom moet een stukje respect zijn toch? Maar wil zowel management zijn en bond tegelijk. Klopt niet. Omdat je nu de informatie geeft zoals het is. En ik denk niet dat wij
eenzijdige informatie hebben gegeven. We hebben de informatie gegeven zoals de onderhandelingen zijn verlopen tot dit moment. En daarop reageert men op deze manier. Ik heb daarnet de overstaande van u, was er waarschijnlijk ook bij, een vraag aan de mensen. Wat zijn uw redenen om hier de openbare orde te verstoren? Er kan geen zinnige reden gegeven worden. We zien een vakbondsleider. In feite de trend die we in die hele onderhandeling hebben gezien. Iemand die zich niet openstelt om te praten met partijen. En als twee partijen niet met elkaar kunnen praten, op een manier zoals dat hoort, dan gaan we nooit een oplossing vinden. Maar ik heb bemiddelingsraad haar gevraagd dat er rust komt in de zaak. En de bond geeft aan terwijl jullie gewoon doorgaan als directie. Dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. Maar wat bedoelt maar u wat met bedoelt gewoon doorgaan? We moeten doorgaan. De Surinaamse samenleving, 300.000 mensen, zijn afhankelijk van de diensten van het SZF. Moet ik de operatie platleggen? Nee, kan ik niet. We gaan door. En als wij dan een brief krijgen, donderdag was dat? Ja. Donderdag, dat de bond heeft doorgestuurd naar het personeel, met niet de gehele informatie of waarheid, dan gaan we dat weerleggen vanuit de directie. Ik denk niet dat daar iets verkeerds aan is. Welke stappen zullen ondernomen worden tegen de medewerkers? Kijk, we zijn nog niet in die fase. De eerste stap is om te weten wat is er. We kunnen dat niet invullen voor de mensen. We vragen wat is er. We zien dat er geen leiders zijn. De heer Oldenstam, die beweert dat hij niet de leider is, maar hij staat wel in het midden. De boel toe te spreken. En als er geen redenen zijn voor staking en daarbij de openbare orde verstoord worden, het SZF ter schande wordt gelegd. En dan moeten we gaan kijken welke ruimte we hebben om op een andere manier de mensen te bewegen. Hun werkzaamheden te hervatten. Want aan het eind van de maand moeten we onze verplichtingen naar de mensen nakomen. Toch? Dus die verplichting die ze hier proberen in te vullen, is niet de verplichting die ze als werknemer van het SZF hebben. Dat is binnen in het kantoor. Maar er wordt al 2 jaar gesproken over de CAO-onderhandelingen. We zijn dus nu in 2022. En zij geven aan dat tot zover nog geen bemiddeling is gekomen in datgene wat besproken wordt. Hoe verder of wat wordt geregeld? Heel de wereld weet dat wij in de afgelopen 2 jaren gebukt zijn gegaan onder COVID. En ik hou het niet als argument. Ik ga uitleggen waarom ik dat aanhaal. We zijn de onderhandelingen in maart 2022 gestart over deze periode. Omdat we niet samen konden komen met de vakbond. Vanwege verschillende redenen. Dus wanneer men zegt 2 jaren, daadwerkelijk onderhandelt men over 2 jaren. En wij zijn daar ook bewust van en we zijn daarin ook meegegaan. We hebben voorstellen gedaan, dit voor 2020, dit voor 2021. En men stelt zich niet open. We hebben voorgehouden, cijfermatig, onderbouwd. We hebben berekeningen gemaakt. We zijn niet gekomen met voorstellen. We hebben berekeningen gemaakt. En ik zit er nu te vertellen, maar meneer Rajkumar is degene die het DOT-team vertegenwoordigt. Ik ben niet in het DOT-team. En we hebben dat gedaan, toch? We zijn meegegaan met de mensen. We hebben ze aangehoord, we hebben ze uitgelegd waarom we niet op dat punt kunnen komen. Ik bedoel, ik wil wel 1 ding hier laten vallen. U woont in Suriname. Als zo ik Queen zie. Ik heb alle begrip voor deze mensen hier. Het zijn medewerkers met wie je elke dag, die je elke dag ziet. Je kent die gezichten. Isab de Mang. Ik ben er niet zo lang bij, maar uiteindelijk bouw je wel een band op. Dus je begrijpt waarmee ze zitten. Maar wanneer een vakbondsleider komt en een hij stelt van 100% verhoging, dan denk ik dat u zelf ook kunt begrijpen in deze tijd, in Suriname, dat wij daarin niet mee kunnen gaan. Wij hebben dat onderbouwd, ik heb me ook gevraagd, onderbouw die 100%. Ja. Maar het percentage dat door de directie wordt aangeboden, is volgens het personeel de bond ook niet menselijk. Niet gezien, menselijk. Gezien de situatie waarin hij bent u, ja, oké. Okay. Ik wil daarop wel antwoorden. Dat is totaal niet waar hoor. Als u de gemiddelde loon van het SZF ziet, gaat u zelf zeggen van waarom staakt men? Heel simpel. Gemiddelde loon en voorzieningen. En vooral de voorzieningen, vooral de voorzieningen ook. Dus het is totaal niet waar wat er wordt gezegd over menselijkheid. We hebben een percentage aangeboden waarbij wij het kunnen dragen, financieel kunnen dragen. Dat is het belangrijkste. Dat percentage is verdeeld in qua loon. Dus de persoon die het minst verdient, die krijgt de meeste correctie. Dus het is opbouwend, hè? Dus degressief als je het kan uitleggen. Dus iemand die bijvoorbeeld, ik noem maar een 3000 SRD verdient, die gaat naar 6000, die gaat naar 7000 en dat vindt men niet genoeg. Ik bedoel, wat bedoelt u met menselijk? Dus, snapt u? Dus misschien is het goed om het even. Maar wordt er al 2 jaar al onderhandeld? Het wordt niet 2 jaar gehandeld. Het is sinds dit jaar begonnen. Men onderhandelt voor 2 jaar.
En daar is de directie ook akkoord mee gegaan. Oké, u wilt onderhandelen voor 2 jaar, dat doen wij ook. Dat men onderhandelt niet 2 jaar lang, dat klopt niet. We zijn sinds maart dit jaar begonnen met onderhandelen. Over en weer. En op een gegeven moment kwamen we er niet uit. Dan zijn we naar de bemiddelingsraad. En als je bij de bemiddelingsraad... Ik moet om 10 uur naar bij de bemiddelingsraad zijn. En dit schrikt ons van. Waarom moet men gaan staken? Men is nog bezig te onderhandelen. Dit is een reactie op de memo die gestuurd is. Er is een memo. Laat me correctie. Er is een memo gestuurd waarin duidelijk wordt uitgelegd waarom de memo is gestuurd. Zal ik duidelijk aangeven. Omdat wij hebben gemerkt dat de voorzitter haar leden niet uitlegt. Omtrent de voortgang van de onderhandeling en ook zeg maar wat wij bieden aan de medewerkers. Dus een uitleg komt niet vanuit de voorzitter. De voorzitter zegt alleen, ja, we willen dit. Dat is wat meneer Gajadien zei. We willen het zoveel percentage klaar. Maar wij hebben in die memo aangegeven, elke schaalverdeling, wat de verhoging zal zijn. Dat is het enige wat we hebben gedaan. Is transparantie. We willen praten over transparantie. En alsjeblieft, wij geven de transparantie als directie. En geven ook aan per schaal wat de verhoging zal zijn. Dat hebben we alleen gedaan. Voor de rest niets. Dat is de memo waarover u het hebt. Of waarover de heer Oldenstaan. Misschien vindt hij het niet leuk dat wij gewoon transparant zijn. Het is een nieuwe stijl van uitleg. Maar we zijn gewoon transparant. Wij geven aan per schaalindeling... Wat de vooruitgang zal zijn, dat is het enige in de memo wat staat hoor. En voor de rest niets. U bent bereid door te gaan met de onderhandeling, personeel, natuurlijk, NBR? Natuurlijk, om 10 uur moet ik bij de bemiddelingsraad zijn. Dus ik ga naar de bemiddelingsraad. Die heeft ons wel opgeroepen. En dezelfde memo, die ligt ook bij de bemiddelingsraad. Dus dat is gewoon transparant. Dus bij ons kruipt het gevoel, waarom staakt men eigenlijk? Heeft men wel het gelezen? Heeft de bondsvoorzitter het wel uitgelegd aan haar leden? Voor de uitleg is dat ik dit wel wil meegeven. Er is een percentage voorstel geweest vanuit de bond. We hebben naar elkaar toe onderhandeld binnen de ruimte die wij als organisatie hebben. Ik bedoel, het is geen publieks geheim wat er allemaal met het SZF gebeurd is in de afgelopen jaren. De organisatie is niet in een situatie waarbij we een zeer positieve economische financiële situatie hebben. We hebben gekeken wat we kunnen doen. We hebben toen uiteindelijk onze beste percentage aangeboden. Ja. Dat was nog steeds niet toereikend voor de vakbond. We zijn toen ertoe overgegaan omdat men kwam met voorstellen en uitleg als zo dat voor de minder draagkrachtigen in het bedrijf lastig zijn. Hebben wij dus toen ervoor gekozen om te kijken naar een model waarbij de mensen die de lagere inkomens hebben... dat die dus juist beter bevoordeeld werden. Ja, dus dat van het budget die we hebben om te geven aan het personeel als verhoging op hun salaris, dat wij die zodanig hebben niet evenredig, maar dat we die hebben verdeeld waardoor de lagere inkomens een hogere verhoging bewerkstelligd krijgen. En dan vraag ik me nu af, wanneer we zeggen van... die ene die minder verdient in het land, Amofina Wang, die ene die het toch wat moeilijker heeft, die wordt zelfs door de directie daarin bevoordeeld. En we kijken van, Unyama Pina samen voor de mensen die een beetje meer verdienen, die krijgen wat minder. Dan vraag ik me af, wat wil de bond meer? De bond kan nu ervoor zorg dragen dat deze mensen alvast een aanpassing hebben. We moeten jaarlijks onderhandelen. We konden de onderhandelingen van 2022 direct daarna starten. Als we 21 en 22 hebben afgesloten. Ja, we zijn nu 7 maanden hebben we het bedrijf overgenomen als EMT. Om daar concrete verbeteringen door te voeren in opdracht van de regering. Uit deze aanpassingen, een heleboel inefficiënties, hebben wij geprobeerd een plus te creëren van inkomen. En dat kunnen we weer her gaan verdelen in de toekomst. Maar we moeten wel 20 en 21, waar we zware verlies hebben geleden, COVID, noem maar op, moeten we afsluiten. Ja? En als we maar blijven doorgaan en dit soort, drogredenen. Ja. Want je stuurt ons eerst een brief en wij reageren om de in chronologische volgorde aan te geven wat er is gebeurd. En je dan de mensen in staking brengt, dan vraag ik me af, is dat leiderschap? Maar dat laat ik in het midden. Ja. Yes? De straat.